In de Surinaamse media, dagblad De West staat een stuk met de kop. Weg met Leo. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Keerpunt, 16 juni 2024. De recente gebeurtenissen bij de energiebedrijven Suriname, EBS, waarbij directeur Leo Brunswijk afgelopen woensdag werd uitgejouwd door medewerkers, roepen ernstige vragen op over het leiderschap en de interne dynamiek binnen het bedrijf. Weg met Leo, scandeerden de demonstranten. De situatie escaleerde snel toen Brunswijk in een verhitte discussie raakte met enkele werknemers en er vanuit de menigte een fles naar hem geslingerd werd. Wij zijn van mening dat dit duidt op het massale ongenoegen en een ernstig gebrek aan communicatie en vertrouwen tussen de directie en de medewerkers. In een gezond bedrijf zouden zorgen en vrieven van werknemers via de juiste kanalen moeten kunnen worden veruit en serieus moeten worden genomen. Het feit dat medewerkers hun onvrede zo openlijk en luidruchtig uiten, wijst op een diepgeworteld probleem dat niet zomaar kan worden wegverwijfd. De situatie bij de EBS vraagt om dringende hervormingen. Er moet een cultuur van transparantie en open communicatie worden gecreëerd, waarin medewerkers zich gehoord en verrespecteerd voelen. Dit kan alleen worden bereikt door goed leiderschap, waarbij zowel de strategische als de menselijke aspecten van bedrijfsbeheer worden gecombineerd. Daarnaast is het essentieel dat er duidelijke grenzen worden versteld aan de politieke invloed en bedrijfsvoering om de integriteit van de organisatie te waarborgen. Helaas is dit absoluut niet het geval. De orde bij de EBS is symptomatisch voor dieperliggende problemen binnen de organisatie. Het incident met directeur Leo Brunsijk is een wake-up call voor het bedrijf om serieuze stappen te ondernemen richting verbeterd leiderschap, betere communicatie en een hernieuwde focus op de belangen van alle medewerkers. Alleen door deze kwesties aan te pakken, kan de EBS hoop koesteren op een stabiele en productieve toekomst. De recente staking door de leden van de EBS-werknemersorganisatie OWOS na de spoed Algemene Ledenvervadering benadrukt de groeiende onvrede en complexiteit binnen de EBS. De beslissing om het werk landelijk neer te leggen totdat voormalig bondsvoorzitter Marciano Hellings, die door de directie is ontslaven en door de autoriteiten van het ministerie van Arbeid in ere is hersteld, Wordt hersteld in zijn functie, onderstreept diepere structurele en organisatorische problemen die niet langer genegeerd kunnen worden. De controverse rondom het ontslag van Hellings is symptomatisch voor een breed vertrouwenstekort tussen het management en de werknemers. Volgens de directie heeft Hellings foto's gemaakt van de auto van de CEO van ABS en deze verdeeld met zijn broer Raoul Hellings, die de foto's vervolgens op Facebook plaatste. De beweringen dat de CEO een nieuwe Prado ter waarde van 100.000 Amerikaanse dollar cadeau zou hebben verkregen en zijn auto zou hebben vervrijd voor 6.000 Amerikaanse dollar, hebben verleid tot publieke verontwaardiging en vermoedens van misbruik van middelen binnen het bedrijf. Het ontslag van Marciano Hellings kan worden gezien als een vorm van repressie tegen vakbondsactiviteiten en klokkenluiden. Dit soort acties kunnen een afschrikwekkend effect hebben op werknemers die misstanden willen melden, en kunnen een cultuur van angst en onderdrukking bevorderen. Het is cruciaal dat bedrijven een omgeving creëren waarin werknemers zich veilig voelen om hun zorgen te uiten zonder angst voor represailles. Bovendien is het in strijd met de anticorruptiewet, die klokkenluiders juist beschermt. De beslissing van OWOS om het werk neer te leggen totdat Hellings wordt hersteld in zijn functie laat zien dat de vakbond vastbesloten is om de rechten van de leden en het principe van de vrijheid van vakvereniging te verdedigen. Het is een krachtige boodschap dat werknemers niet zullen toestaan dat hun vertegenwoordigers onterecht worden verstraft. Een boodschap die alle bonden van staatsbedrijven zouden moeten overwegen te ondersteunen. Echter, het is ook belangrijk dat de vakbond en de directie samenwerken om een constructieve dialoog aan te gaan en oplossingen te vinden die de belangen van alle partijen dienen. Een eerste poging tot herstel kwam afgelopen woensdag tot stand, doordat namens de aandeelhouder, de staat Suriname, op het hoogste niveau gesproken werd met onder meer voormalig Oos-voorzitter Hellings, eerst door president Santoki en daarna door waarnemend president Brunswijk. Een principeakkoord lijkt te zijn bereikt, waarbij Hellings in functie en eer hersteld wordt, OWS terugneemt dat zij het vertrouwen in de leiding heeft opgezegd en verontschuldigingen over en weer worden aangeboden. Leo, die het woord sorry niet kende, maakte er kennis mee door zich tegenover Hellings te verontschuldigen. Zich ervan bewust zijnde dat zijn moeder een vredestichter is, meende hij zich te moeten neerleggen bij de koninklijke wil van zijn broer. Een bijzonder ongezonde dag voor hen die in Suriname als een republiek geloven. Maar niet eens zonder sensatie. Dagblad de west Maribo, Suriname.